En Den Haag heeft de ooievaar. En die ooievaar is op heel veel plekken in Den Haag te vinden. Maar hoe is die ooievaar in het stadswapen van Den Haag terechtgekomen? Van Smit schreef het boek De Haagse Ooievaar, met ook heel veel prachtige foto's van ooievaars. En Frans is in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen, Patrick. We zeggen je en jij tegen elkaar. Hoe belangrijk is de ooievaar in jouw leven? Nou, de laatste 2 jaar, Patrick, heeft de ooievaar een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Toen is namelijk 2 jaar geleden het idee ontstaan om een boek te gaan maken. En ja, vanaf dat moment ben ik daar eigenlijk dagelijks mee bezig geweest. Maar daarvoor was de ooievaar al erg belangrijk. Ja, ik maak al jarenlang foto's van Haagse gebouwen. En dat doe ik al ruim 30 jaar. En sinds de intrede van de digitale fotografie is dat enorm toegenomen. En een jaar of 5 geleden ontdekte ik dat ik heel veel foto's in mijn collectie had waar ooievaars op Haagse gebouwen te zien waren. En toen heb ik besloten om die ooievaars eruit te lichten, daar opnames van te maken en die in een aparte set te plaatsen op mijn internetsite. En vervolgens kwam u in een luxe positie, want er kwam een uitgever naar jou toe. Ja, ik had meegewerkt aan de totstandkoming van een boekje over Haags glas in lood. En bij de presentatie van dat boekje werd ik voorgesteld aan de directeur van de uitgeverij. En die zei, joh, ik heb gehoord van jouw passie over de Haagse ooievaar. Daar moeten we wat mee doen. Ik zeg, nou, praten kan altijd. We hebben een gesprek gehad en het heeft er uiteindelijk geresulteerd in het boek. Precies, het resultaat ligt nu in de winkel. Nou wil ik het wel weten ook. Hoe is die ooievaar nou in dat stadswapen terechtgekomen? Nou, er zijn een aantal redenen waarschijnlijk aan te geven. Ik weet het niet zeker, moet ik erbij zeggen, Patrick. Het is namelijk nergens vastgelegd. Maar ik denk dat het zo is gekomen. De ooievaar was als eerste al heel belangrijk in het hele westen van ons land. Daar is de ooievaar een bekende verschijning. Hij vindt hier veel voedsel. De ooievaar wordt al decennia lang, eeuwenlang eigenlijk gezien als geluksbrenger. Men vond het heel prettig wanneer er een ooievaar op je dak kwam nestelen. Een zwarte kat gaf bijvoorbeeld ongeluk. Maar een ooievaar op je dak betekende voorspoed. Dus men ging zelfs ooievaars lokken door kunstnesten op het dak te plaatsen. Daarnaast, de belangrijkste reden is waarschijnlijk geweest de ooievaar in Den Haag. Bij de visbanken, dat is een klein pleintje aan het eind van de Schoolstraat. Daar had men vroeger de Haagse vismarkt. En er werden 2 ooievaars losgelaten die daar de visresten moesten opeten. En die werden heel goed verzorgd. Er was namelijk ook een persoon die door de gemeente werd aangesteld. Die moesten 's avonds in een hokje doen, 's morgens weer uit het hokje laten. En het werd zo langzamerhand een toeristische attractie, want die beesten waren tam. Ze konden niet wegvliegen, ze waren gekortwiekt. En ze aten zelfs uit de hand. Dus mensen van binnen en buiten Den Haag die kwamen speciaal naar de visbanken toe om de Haagse ooievaar aan het werk te zien. En toen men in het begin van de 16e eeuw een nieuw stadswapen voor Den Haag moest ontwikkelen, heeft men waarschijnlijk om die reden voor de ooievaar gekozen. En vandaar ook het aaltje in de bek van de ooievaar. Hè, want die hoort erbij. Ja, precies. Want dat is dus de combinatie met de vis die ooievaar op had. Ja. En meteen de dubbele betekenis, want de ooievaar moest ook nog geluk brengen. Dus ja. Hij is handig in een stadswapen. Hij wordt trouwens ook gezien als brenger van nieuw leven. Dat zien we nog steeds terug in de geboortekaartjes. Want de ooievaar die keert terug van zijn winterverblijf in Zuid-Europa. Precies in dezelfde tijd als hier de lammetjes en de kalfjes worden geboren en het gras weer begint te groeien. Dus hij staat symbool voor nieuw leven. Juist, nou daar komt meteen die legende vandaan. Het grappige is, je bent verzamelaar van ooievaars, maar eigenlijk alleen maar op foto. Dus het is niet zo dat jouw hele kast vol staat met kleine ooievaartjes en beeldjes en dat soort dingen. Nee, ik heb 1 klein doosje. Daar zitten een paar kleine spulletjes in. Misschien 4, 5 spulletjes die ik zo in de loop der tijd gekregen heb. Maar ik verzamel zelf niet, nee. Ik maak alleen foto's en bij deze wil ik graag een oproep doen aan de luisteraars van Radio West. Heeft men thuis nog spulletjes waar een Haagse ooievaar op staat? Neem contact op met Radio West en dan zorgen zij ervoor dat ik een keer bij u langskom met de camera. Ja, want je bent voortdurend aan het speuren. Hè? Net kwam je hier de studio binnen en meteen gingen de ogen in het rond om te kijken of er een ooievaar zat hier, of niet? Ja, ik heb er een neusje voor gekregen. En ik denk dat de mensen die nu luisteren, en ook zeker de mensen die het boek hebben gekocht, voortaan met andere ogen door de binnenstad lopen. Want er zijn zo verschrikkelijk veel ooievaars op plekken waarvan je niet eens weet had. En je gaat toch met andere ogen kijken. En ik ben altijd op zoek naar nieuwe ooievaars. Ik heb er nu 1500 en we gaan gewoon op naar de 1600. En want dat is ook wel het leuke van dit boek inderdaad. Je ziet hoeveel verschillende soorten. Ik bedoel, de ooievaar niet de ene ooievaar is, de andere niet. Dat is het leuke natuurlijk. Nee, de officiële ooievaar die moet aan een aantal kenmerken voldoen. Maar er zijn maar heel weinig ooievaars die aan al die kenmerken voldoen.
Ja, hoe streng is dat? De ooievaar moet afgebeeld zijn in zijn natuurlijke kleuren. Dus witte en zwarte veren, rode poten, rode snavel. Hij moet een paling in zijn bek hebben. Hij moet een stappende beweging naar links maken. De officiële ooievaar, ja, zo ligt het vastgelegd bij de Hoge Raad van de Adel. Ja. Die staat afgebeeld op een goudkleurig schild. Met daarboven een kroon, een zogenaamde gravenkroon. En daar moeten precies 13 parels in zitten. Ik tel ze altijd na. Als het er 11 zijn, dan is het geen echte. En het schild moet ook nog eens worden vastgehouden door 2 omziende leeuwen. Dat zijn leeuwen die allebei omkijken en niet naar de ooievaar mogen kijken. Nee, dan zijn er niet zo heel veel officiële. Hoeveel officiële zijn er wel in Den Haag, weet je dat? Nou, ik heb ze nooit geteld, maar het zijn er misschien hooguit 30 à 40. Nou, je kunt al die ooievaars bekijken. Al die soorten ooievaar in het prachtige boek De Haagse Ooievaar van Frans Smit. En heeft u zelf inderdaad nou nog ooievaars die u op de foto wilt laten zetten door Frans? Bel maar even met de receptie van West.